Beste genodigden, van harte welkom. De zon is van de partij voor onze vierde Venday die we organiseren samen met de partner Nissan. Elke editie vormt de Venday weer het ideale recept om fleet-owners kennis te laten maken met een breed gamma van lichte bedrijfsvoertuigen. Ook deze keer sloegen transportmedia en JNT Autolease de handen in elkaar om er wederom een succeseditie van te maken. Ditmaal in samenwerking met Nissan. Wij streven ernaar om constant op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de innovaties binnen het LCV-gebeuren. Niet enkel voor ons, maar zeker ook voor onze klanten om hen te kunnen helpen en adviseren in hun keuze naar het beste voertuig dat zij nodig hebben voor de uitvoering van hun activiteiten. Wel, de verwachtingen van vandaag zijn vooral dat we de potentiële klanten en de bestaande klanten die vandaag uitgenodigd zijn, toch gaan onze NV300's voorstellen. De NV300 die ons gamma LCV's komen versterken. De Venday-route leidt ons langs Vilvoorde naar Boort Meerbeek met onderweg enkele interessante stops, zoals deze. We zijn nu op Technopolis in Mechelen. De link met elektrische voertuigen, innovatieve dingen, is zo ook weer fantastisch gelegd. De elektrische bestelwagens zijn voor Nissan zeer belangrijk. En wel om twee redenen. Eén, omdat de bestelwagen die we hier zien de grootste op de markt is in een volledige elektrische uitvoering. Tweede reden is de autonomie. En dit is getest geweest door gereputeerde bedrijven, gelijk als Bpost, UPS en DHL. En nog aan enkele andere. Dus we mogen rustig zeggen dat we tussen de 100 en de 130 kilometer uitkomen. Nissan blikt terug op een erg succesvol 2016, want het zag de verkoop van zijn lichte bedrijfsvoertuigen stijgen met maar liefst 40%. Het productaanbod van de Japanse fabrikant was dan ook nooit eerder zo groot. Dat komt onder meer door deze Navara, de International Pickup of the Year. Eigenlijk vrij goed. De eerste keer dat ik in een pick-up ging. En het gevoel was heel aangenaam. Ik moet wel zeggen, de ruimte, passagiersruimte is heel mooi, heel comfortabel. Een mooie ervaring. Recent stelde Nissan nog zijn nieuwste telg voor. De gloednieuwe NV300, die zich tussen de NV200 en de NV400 nestelt. De compacte van is de opvolger van de Prima Star en is leverbaar als bestelwagen, verlengde cabine, chassiscabine en combi. Na een tweede tussenstop in de Schorre, de heimat van Tomorrowland, wordt er halt gehouden aan het kasteel van Diepenstein in Steenhuffel. Het ideale moment om eens te polsen naar de kwaliteiten van de grootste telg van de Nissan-familie. Die beviel mij zeer goed voor een vrij grote vlichtenvrachtwagen. En ik vind dat je, als je ermee rijdt, het niet als een log en groot iets aanvoelt. Dus dat is zeker positief. Nissan had ook nog een zogenaamd Nismo-momentje in huis. En dan is deze knappe 370Z Nismo met 328 pk nooit veraf. Na een boeiende dag worden de fleet-owners nog verwend met een heerlijke lunch in de silo's in Boort Meerbeek. Het perfecte moment om terug te blikken op de Venday. Ik heb vandaag gereden met de VN400. Een vrij grote camionette, maar rijdt zeer soepel. We hebben al verschillende wagens getest, maar deze is toch een van de betere. Qua rijcomfort en ook kwestie van zicht. Ja, ik was eigenlijk naar hier gekomen om met die ENV200 te rijden, dus dat beviel mij eigenlijk het meest. Natuurlijk die Nismo-edities die waren ook wel plezierig om eens mee te rijden. Elektrisch rijden is momenteel een hot item. Alleen denk ik dat de rijkwijde momenteel binnen onze business nog iets te beperkt is. Maar ik verwacht zeker in de toekomst dat we dat gaan doen. NV400 is heel goed meegevallen, omdat hij eigenlijk niet beladen was en toch een heel goede baanligging had. Inspringerig weggedrag omdat hem leeg is. Voor zo'n grote auto is dat echt wel een pluspunt. En voor sfeer en gezelligheid? Die mag zeker een 8 verdienen van mij. Ja. De mogelijkheid voor de verschillende wagens ook allemaal te testen is interessant, omdat je op één dag eigenlijk een Navara, een camionet, een gewone wagen kunt testen. En ja,
heel interessant en leuk. 8,5. Het was een gevarieerd aanbod dat we hebben kunnen testen. Ook een zeer degelijke uitleg gekregen, zeker over het elektrisch voertuig van de mensen van Nissan. En de omkadering was ook weer perfect in orde. Als ik moet zien wat we er vandaag hebben kunnen rijden en gepresteerd hebben, ik vond het fantastisch. Een 8. Ten eerste omdat Nissan een merk is dat niet direct bij mij in de vloot zit, maar inderdaad wel een kans zou maken als we inderdaad alles afwegen. En zo werd de vierde Vendée opnieuw een groot succes. Op naar de volgende editie.